Kerst 2020, het is weer bijna zover. Maar dit jaar is anders dan anders. En dat is voor ons allemaal in het afgelopen jaar toch wel kenmerkend geweest. Wie had dit vorig jaar bedacht? Toen kenden wij geen corona, nog niet. En nu is het al zover dat we ons niet alleen afvragen wanneer het weer normaal wordt. Of het überhaupt weer helemaal normaal wordt. Toch hoeft verandering niet verkeerd te zijn. Want ook voor ons bedrijf is er het nodige veranderd met de overname van Fishmasters dat in oktober heeft plaatsgevonden. Ook daarvoor geldt dat vorig jaar omtrent deze tijd nog niemand gedacht had dat ons bedrijf er zo uit zou zien. En daarvan geldt dat we niet meer terug kunnen, maar ze ook zeker niet meer terug willen naar het oude normaal. We beseffen ons echter heel goed dat de fase waarin we ons momenteel bevinden voor veel mensen erg lastig kan zijn. Nieuwe regels, nieuwe omgeving, nieuwe collega's. Er is heel veel veranderd en dat geldt voor ons allemaal. Niet alleen op de werkvloer, maar ook op kantoor is het een avontuur voor ons waarin we gezamenlijk onze weg moeten zien te vinden. Op dit moment wil ik dan ook in ieder oprecht bedanken voor zijn of haar inzet en vertrouwen. Vanuit jullie vertrouwen zijn we recht van overtuigd dat we deze weg samen gaan vinden en dat we in ieder geval in de juiste richting gaan. Immers, deze richting hebben we aan het begin van dit jaar gezamenlijk met het personeel van Gebroeders Kramer en Isela samen bepaald. En zoals we samen doelen hebben gesteld, kunnen we ook samen deze doelen waarmaken. We zijn als verschillende bedrijven één geworden. En het is van groot belang dat we in alle veranderingen zoeken naar mogelijke verbeteringen. En zo samen vooruit te kijken. Vanuit deze blik hebben wij als NT ook gemeend dat de nieuwe fase van ons bedrijf, of eigenlijk onze bedrijven, vraagt om duidelijkheid. Kramer Seafood, dit is de nieuwe gezamenlijke naam waarmee we het nieuwe jaar ingaan. Daar waar we voorheen spraken over de verschillende bedrijven, visverwerkingsbedrijf Gebroeders Kramer, handelsbedrijf Isola Fish en vrieshuis Gebroeders Kramer, Frozen, met daarboven de holding Lucla Beheer, hebben we besloten om deze in lijn te brengen met elkaar. Met deze stap geven we invulling aan de volgende fase van ons bedrijf, waarin we de internationale oriëntatie en de eenheid tussen de verschillende bedrijven beter zichtbaar willen maken. Alhoewel de huidige marktsituatie verre van ideaal is en we niet weten hoe dit de komende tijd zich gaat ontwikkelen, zien we tegelijkertijd kansen die we proberen te pakken. In afhankelijkheid, maar met vertrouwen, zien we daarom de toekomst voor ons en willen we samen met jullie allemaal hier een mooie invulling aan geven. Want ook al staat straks de naam van onze familie dan hier achter mij op het pand, het bedrijf is van ons allemaal. Tot slot, en daar sluit ik mij af, richten we nadat we achterom en vooruit hebben gekeken ook onze blik naar boven. Want zoals in het kerstevangelie 2000 jaar geleden een ster in de donkere nacht een baken van hoop was en de mensen bij een kindje Jezus bracht, geldt dit ook vandaag nog voor ons allemaal. Ik wens jullie van daaruit dan ook gezegende kerstdagen en veel heil en zegen voor het nieuwe jaar.